Voordat deze video begint, wij zoeken nog stafleden en bouwers. Mocht jij een van die dingen kunnen, PM ons, onze Discord staat in de beschrijving. Of ja, onze Discord tags, niet de Discord zelf, want die is nog niet gereleased. Maar in ieder geval, PM ons gewoon. En ja, dan zien we wel wat jullie kunnen. Dus ja, doe het al even. Yo. Yo, beste kijkers, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zitten we weer op AstroMT. En jongens, zoals jullie in de titel gezien, ben ik gestopt als DDG-YouTuber. Op DDG. Ja, oké. Logisch dat het DDG is. Ja. En ondertussen speel ik een beetje duels tegen niemand minder dan hoe heet dat nou? Dan Dani. En ik kan heel weinig dingen tegelijk. Oftewel, dit is heel erg, eigenlijk heel erg moeilijk voor mij. Maar in ieder geval, ik ga uitleggen waarom ik ben gestopt met DDG. Of ja, gestopt. Ja, ik ben gewoon nu even gestopt als DDG-YouTuber. Er is een simpele reden erachter. Ik wou een eigen server hebben. En ik wou eigenlijk gewoon eigen Figmatopia hebben weer. En ik kon dat niet hebben tegelijk met een YouTube rank. En ja, dat is eigenlijk een beetje de reden. Dat is niet een hele speciale reden achter. En toen heb ik een beetje met Danny gepraat. Een paar gesprekken gehad. En uiteindelijk kwam op de conclusie dat ik eigenlijk mijn YouTube rank even tijdelijk wil weghalen. Maar in ieder geval, dat betekent dus dat ik nu geen YouTube rank heb. Zoals jullie ook kunnen zien in Discord, als jullie mij online zien. Ik heb een wit naampje weer. En ja, je ziet gewoon dat ik een YouTube rank heb. En ondertussen speel ik een beetje duels op de server. Dit komt ook op onze server. De server heet AstroMT. En ik zoek eigenlijk Dani, maar ik kan hem niet vinden. Maar in ieder geval, het is gewoon eigenlijk een simpele reden. Ik ben gewoon nu retired van DDG. Om zo maar te zeggen. Waar de fuck is deze man? Ja, maar in ieder geval, zoals jullie zien... Zien jullie ook de kids een beetje nu? Je ziet allemaal verschillende soorten wapens. En ja, dat is best wel ziek. En deze pack wordt mede mogelijk gemaakt door Dani. We moeten hem even pakken. Oké, nu gaan we met de machette hitten. Of naar de deagle switchen we. Toch niet? We pakken hem! What the fuck is hij? Maar daar. Hatsa! We hebben hem neergemaaid. Maar ja, in ieder geval. Ik laat nog niet te veel van de map zien. Maar binnenkort krijg je niet meer updates over de server. De server is echt fucking ziek. We hebben heel veel zieke dingen. Ik ga nog niet te veel zeggen. Maar ik kan zeggen dat als jullie Breaking Bad kennen. Dan gaan jullie de server heel ziek vinden. Want ja, er is iets in de server. Wat een beetje te maken heeft met Breaking Bad. Of ja, te maken. Het heeft gewoon een beetje. De grinding daarvan heeft het erin. En ja, voor de mensen die goed kunnen nadenken, dan weten ze al wat ik bedoel. En het is heel uitgebreid en het is echt heel ziek. Oké, we zitten nu een beetje in een sniperduel. En jongens, zonder grappen. Deze duels zijn zo fucking leuk. Ik heb echt al zoveel duels gespeeld op deze server nu. En ik weet niet. Het snipen in deze game is gewoon super leuk door die scope. Het voelt alsof ik CSGO speel ofzo. Oh, die was net al niet. Shit. Nee, maar... de guns werken ook echt veel anders op DDG. En we hebben ook echt andere guns als DDG. We hebben zonder grap, we hebben 100 wapens op DDG. Of we hebben 100 wapens. We hebben 100 wapens op de server. Ah! Ja, maar in ieder geval, we hebben 100 wapens in dat... dat is best wel veel. En die zijn allemaal gemaakt door Dani. Fuck, ik kan hem maar niet raken, jongens. Oké, we hebben hem gehit één keer. Nou, hij heeft mij ook gehit, dus ik ben low. In sniper 1v1's regen je niet, boys. Dus het is 2 shots, je bent dead. Als een kaasoflee. Ik weet niet waarom een kaasoflee, maar maakt niet uit. Maar ja, sowieso, geen haat naar DDG. Er is dus geen ruzie of iets. Voor de mensen die dan misschien denken, ja, als jullie mij kennen. Ik ben niet de liefste of zo op DDG geweest. Maar er is geen ruzie. Ik ben gewoon cool met Danny en met de andere lead en zo. Dus daar zit helemaal niks fouts mee. Voor de mensen die niet weten met wie ik de server heb. Ik heb de server met Saus en met Dani. Maar in ieder geval jongens. Ik hoop dat jullie deze guns ziek vinden. We hebben echt 100 plus guns. En nu zie je gewoon eigenlijk een gratis sneak peek. Er is nog geen open, of er is nog geen datum bekend wanneer de Discord gaat openen. Dat moet er nog aankomen. Hoppa, even Dani onder shitten.
fuck. Oké, in ieder geval jongens, dit is het einde van de video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat een like achter en abonneer, /heel, en abonneer. Ja, drop een like en comment wat jullie van de server vinden tot nu toe. En dan gaan we even nog snel Dani afmaken. En dan, fuck! Ik zie niks! Oké, in ieder geval jongens, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat het ook wat duidelijker is gemaakt voor de mensen die afvragen van waarom de fuck ben je gestopt, dit, dat. In ieder geval, dat was de video. Laat een like achter en dan zie ik je in de volgende video. En dan zeg ik nog één ding, is later mensen, later.